Talent Academy, dat staat voor jonge topsporters de kans geven om een opleiding te doen op een waardevolle goede manier en hun topsportcarrière uit te breiden en te versterken. Het beste aan de Young Talent Academy is voor ons dat we eigenlijk heel erg flexibel konden zijn in het maken van onze eigen schema's in combinatie met de sporturen en de schooluren. Ja, dus zo konden we zelf inplannen wanneer werken we meer aan de opleiding, wanneer zijn we meer bezig met de sport, zodat die combinatie toch goed verloopt. Ja. We hebben gekozen voor de Young Talent Academy omdat wij zochten voor een opleiding die de sport en studie goed kon combineren. Ja, en we zijn er gewoon nog steeds heel erg tevreden met die keuze die we hebben gemaakt ongeveer 3 jaar geleden nu. Ja, bijna 4 jaar. En ja, we zeggen echt tegen iedereen dat we dit aanraden omdat gewoon de combinatie echt perfect is op deze school. Voor mij als topsporter zijn bijvoorbeeld de gastcolleges over doping of over voeding zijn wel belangrijk, omdat dat eigenlijk wel is wat ik, waar ik veel over moet weten voor mijn sport. Maar het is ook gewoon superleuk als ze gewoon over hun eigen ervaring als topsporter komen vertellen en je daarin bijvoorbeeld tips kunnen geven. Afstandsleren is voor mij heel belangrijk. Ik kan gewoon, als ik weg ben op een trainingstage of op een toernooi, kan ik gewoon allemaal opdrachten inleveren. Ik kan docenten feedback geven. Het is heel makkelijk communiceren met docenten. Het is gewoon belangrijk dat ik niet te veel achterraak. Daarom is het ook handig dat ik mijn lessen kan terugkijken en kan livestreamen. Ik zou het zeker iedereen aanbevelen. Er wordt vormgegeven aan afstandsleren door middel van lesopnames en webcasts, die studenten ieder moment terug kunnen kijken. Daarnaast kunnen ze les bijwonen door middel van de streaming. Dat betekent dat ze live aanwezig zijn en zo vragen kunnen stellen aan de docent. Dit alles is terug te vinden op de ELO, waar ze ook hun opdrachten en lesmateriaal kunnen vinden en hun opdrachten in kunnen leveren. Dat docenten komen kijken naar mijn wedstrijd vind ik superleuk. Je bouwt er ook al zeg maar, meer een persoonlijkere band mee op dan dat je bijvoorbeeld op een andere school hebt. Ja, altijd even praten na de wedstrijd of voor de wedstrijd, iets van de twee. En ze zien ook een stukje van jouw sport en wat jij doet en waar jij uiteindelijk zo hard voor traint. Ze zien je heel de dag op school, maar ze zien niet wat jij op het veld doet. En uiteindelijk draait het daar wel voor een groot deel op bij mij. Het doel van de gastcollege is om de studenten, de leerlingen, ook reflectie te geven. Ik heb heel veel ervaring, ik heb heel veel gewonnen, maar ook cruciale wedstrijden verloren. Soms zit het tegen, soms zit het mee. En dat is een weg. Het proces is ongelooflijk belangrijk in topsport en daarnaast ook in studie. En ik probeer ze mijn ervaringen te vertellen en ik hoop dat voor hun een goed beeld vormt van hé, hey, daar loop ik ook tegenop. Of dat maak ik ook mee. Duale begeleiding houdt in dat er samen met de student wordt gekeken hoe zij zo goed mogelijk de combinatie school en topsport kunnen maken, zodat zij goed kunnen werken aan hun duale carrière. Dat betekent dat ze bezig zijn in hun sportcarrière, maar ook bezig zijn met hun maatschappelijke carrière. Ik bespreek met mijn duale begeleider hoe mijn programma in elkaar zit. Dus wanneer ik kan trainen en wanneer sporten wat handig is in als ik een drukke periode heb. Of sporten belangrijker is op dat moment of school. Ook bespreek ik met haar welke opdrachten ik wel en niet doe. En zo hebben we eigenlijk een perfecte afstemming tussen school en sport. Wat de studenten moeten oppakken van mijn gastcollege is dat genieten van het proces het meest fundamentele is, het meest belangrijke. Geniet van het proces. Weet je, ieder resultaat, iedere victory of iedere nederlaag, iedere klap die je krijgt, is altijd weer de stap van een nieuw begin. Verliezen bestaat niet. Je wint altijd weer iets om een next step te kunnen maken. Dus jongens, ga ervoor met spirit en met energie. Want er is altijd een kans om te winnen. Verliezen bestaat niet. Je wint altijd weer iets in de topsport en zeker ook met je studie. Succes! Ben je nou enthousiast geworden over de Young Talent Academy? Kijk dan op de website van het ROC Nijmegen.
Je kan ook naar de Facebookpagina of Instagrampagina van de Young Talent Academy.